Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 29 november van Weerplaza. Het was vandaag nogal wisselend, soms geen zon, maar er waren ook flinke wolkenpartijen en lokaal viel er een enkele bui. Ook vanavond kan er lokaal een enkele bui vallen en de temperatuur daalt landinwaarts vannacht tot net iets onder het vriespunt. Aan zee ligt het net een paar graden boven nul en daar vallen in de loop van de nacht steeds meer buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. En morgen neemt ook verder landinwaarts de kans op winterse buien toe met een klap onweer en met 3 tot 5 graden en niet al te veel wind vanuit het noordwesten is het water koud. Ook vrijdag zaterdag is het koud met hooguit 6 graden. Vrijdag is het vrijwel droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Zaterdag neemt de bewolking in de loop van de dag toe en later gaat het regenen. Zondag is de kou verdreven en wordt het 6 tot 9 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.